Hallo groep 4, dit is les 4 van blok 7. Vandaag hebben we het over liters. Je weet dus wat een liter is. Je ziet hier dan ook een pak melk met 1 liter erop. We gaan even door naar de volgende opgave. We zien hier daar een pak melk staan en een maatbeker. Er wordt er gevraagd, past de melk uit het pak in de maatbeker? Normaal gesproken zou ik dit laten zien in de klas, maar dat gaat nu helaas niet. Maar als het goed is, als je een goede maatbeker hebt, past er wel 1 liter in een maatbeker. Klik maar op het pijltje hieronder. Deze opgave slaan we even over. Gaan we door naar 1C. Waar zie je precies 1 liter melk? Je ziet een glas melk, een babyfles, een kuipje met koffiemelk erin en een melkkan van de boer. Dus een hele grote melkkan trouwens. En dan zie je een pak melk. Waar zie je nou precies 1 liter? Klik dat maar even aan. En ja, dat is natuurlijk het pak. Gaan we even door naar 1D. Waar past precies 1 liter in? Een blikje, een glas, een pak, een vissenkom of een kopje? Denk maar goed over na. En ja, het is natuurlijk het pakje met magere yoghurt erin. Daar past precies 1 liter in. Gaan we door naar de laatste. Dan zie je een kopje thee. En er staat in een theeglas past minder dan 1 liter, precies 1 liter, meer dan 1 liter. Denk eraan, 1 liter is evenveel als 1 melkpak. Wat is dan het antwoord? Is dan minder dan 1 melkpak, precies evenveel als 1 melkpak, of meer dan 1 melkpak? Ja, het is natuurlijk minder dan 1 liter, dus minder dan 1 pak. Mag je op pijltje klikken? Als je denkt van nou, het ging best wel lekker vandaag, mag je opgave 2 doen en dan 20 plus sommen. Als je klaar bent, ga je natuurlijk werkpakket doen. Denk van nou, ik vind het toch best wel lastig wat 1 liter is. Ga je naar opgave 3, maak je 20 plus sommen en daarna werkpakket. Heel veel succes vandaag!